Hoi, ik ben Giovanni en in deze videohandleiding leg ik je uit hoe je je KPN glasvezelkastje op je modem aansluit in 3 eenvoudige stappen. Eerst laat ik je zien hoe je het aansluitpunt van je woning herkent. Dan sluiten we je glasvezelkastje aan op het aansluitpunt. En tot slot laat ik je zien hoe je het kastje aansluit op je modem. En daarna kun je meteen gebruik maken van je glasvezelverbinding. Weet je al bij welke stap je hulp kan gebruiken? Dan kan je met de videoplayer hieronder alvast naar één van de volgende hoofdstukken springen. Voordat we verder gaan, nog één tip. Bekijk deze video op een mobiele internetverbinding, bijvoorbeeld op je telefoon, want tijdens het aansluiten van je kastje zal je wifi-verbinding tijdelijk even niet werken. We gaan achterhalen welk aansluitpunt jij thuis hebt. De plek waar de glasvezelkabel jouw woning binnenkomt, noemen we het aansluitpunt. Die vind je meestal in de meterkast of in de kamer aan de straatkant van je woning. Er zijn verschillende soorten aansluitpunten. En omdat ze allemaal net even anders werken, is het belangrijk om te weten welke jij hebt. Ziet die van jou er zo uit? Dan heb je de TK01. Dit is de meest voorkomende aansluiting. In het volgende hoofdstuk leg ik je uit hoe je daar een glasvezelkastje op aansluit. Spring meteen naar hoofdstuk 2.1. Het aansluitpunt kan er ook zo uitzien. Dan heb je de TI01. Ga dan verder naar hoofdstuk 2.2. Voordat je je glasvezelkastje aan je modem kan verbinden, moet je hem eerst op je aansluitpunt aansluiten, zodat hij contact kan maken met het glasvezelnetwerk. Er bestaan trouwens 2 verschillende glasvezelkastjes voor deze aansluiting, een witte en een zwarte. Ik ga verder met de zwarte, maar de stappen zijn hetzelfde als voor de witte. Ten eerste heeft het kastje elektriciteit nodig. Check dus voordat je begint of je een leeg stopcontact in de buurt hebt. Je kan ook prima een stekkerdoos of verlengkabel gebruiken. Zie je het blauw klepje op het kastje? Klap die dicht voordat je begint en haal vervolgens het zwart beschermdopje weg. Als je dat niet doet, kan het aansluitpunt onbruikbaar worden. Schuif vervolgens het glasvezelkastje over je aansluitpunt. Sluit de stroomadapter aan en steek de stekker in het stopcontact, zodat je kastje stroom heeft. Pak daarna de ethernetkabel. Die ziet er zo uit. En dit is meestal rood gekleurd. De rode kabel gaat in de eerste rode ethernetpoort van het glasvezelkastje. Het andere uiteinde gaat naar je modem. Dat laat ik je zo in de volgende stap zien. Sommige kastjes hebben trouwens een aan- en uitknop. Zorg ervoor dat die op aan staat, voordat je verder gaat. Als je alles goed hebt aangesloten, zal je zien dat de lampjes op het kastje gaan branden. Een knipperend connectionlampje betekent dat het kastje nog contact aan het maken is. Even geduld dus. Een constant brandend blauw, geel, wit of groen lampje is goed nieuws. Je kan verder gaan met stap 3. Spring hiervoor meteen naar hoofdstuk 3.1. Zie je een rood lampje? Dan is er iets niet goed gegaan. Druk de kabels nog eens goed aan om zeker te weten dat ze contact maken. Als dat niet werkt, kan je alle stappen van dit hoofdstuk nog eens doorlopen voor een tweede poging. Als je een rood lampje blijft zien, klik dan op het i'tje om contact op te nemen met de KPN helpdesk. Dan helpt KPN je verder. In de tussentijd kun je gewoon van je huidige internetverbinding gebruik blijven maken. In dit hoofdstuk laat ik je zien hoe je het kastje aansluit op het aansluitpunt van de TI01. Er bestaan trouwens 2 verschillende glasvezelkastjes voor deze aansluiting. Een witte en een zwarte. Ik ga verder met de zwarte, maar de stappen zijn hetzelfde voor de witte. Voordat je je glasvezelkastje op je modem kunt aansluiten, moet je je kastje eerst verbinden met het aansluitpunt zodat hij contact kan maken met het glasvezelnetwerk. Ten eerste heeft het kastje elektriciteit nodig. Check dus voordat je begint of je een leeg stopcontact in de buurt hebt. Je kan ook prima een stekkerdoos of verlengkabel gebruiken. Eerst haal je de linkerkap van het aansluitpunt af. Druk het knopje aan de bovenkant in, zodat je de kap gemakkelijk naar boven kan schuiven en voorzichtig los kan maken. Het aansluitpunt ziet er daarna zo uit. Haal vervolgens het zwarte beschermdopje weg. Als je dat niet doet, kan het aansluitpunt onbruikbaar worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Pak je glasvezelkastje en zet de onderkant op deze uitsparing. Daarna kun je hem gemakkelijk naar beneden schuiven en vastmaken. Als het goed is, hoor je dan een klik. Sluit de stroomadapter aan en steek de stekker in het stopcontact, zodat je kastje stroom heeft. Pak daarna de ethernetkabel. Die ziet er zo uit en is meestal rood of wit gekleurd. Steek de ethernetkabel in de rode ethernetpoort van je glasvezelkastje. Zie je een rood lampje? Dan is er iets niet goed gegaan. Druk de kabels nog eens aan om zeker te weten dat ze goed contact maken. Als dat niet lukt, kun je nog eens alle stappen van het hoofdstuk doorlopen voor een tweede poging.
Als je glasvezelkastje stevig op het aansluitpunt zit, kan je door naar de derde en laatste stap, het aansluiten van je modem. Eerst steek je de ethernetkabel in je modem bij het rode aansluitpunt waar WAN staat. Wanneer je dat doet, hoor en voel je een klik. Heb je een langere kabel nodig dan het snoer dat is meegeleverd? Ga dan naar een KPN-winkel bij jou in de buurt of klik hierboven op het i'tje. Die brengt je naar de website, zodat je gemakkelijk een geschikte kabel kunt uitzoeken. Daarmee voorkom je dat je last krijgt van vertragingen en storingen. Als je ethernetkabel goed vast is geklikt, pak je de bijgeleverde stroomadapter. Steek de voedingskabel in je modem en de stekker in het stopcontact. Je modem gaat er automatisch aan. Ben je van plan om je oude modem te blijven gebruiken, zoals de Xperia Box, KPN Box 12 of Fritz Box, dan zijn er nog een paar extra stappen die je moet nemen om je glasvezelkastje aan te sluiten. Zet eerst je modem uit en haal de stekker uit het stopcontact. Haal daarna de grijze kabel uit je DSL-poort. Steek dan de rode kabel van je kastje in de rode WAN-poort en doe de stekker weer in het stopcontact, zodat je modem weer opstart. Al je instellingen, zoals die van de tv en internet, worden daarna automatisch overgezet. Wel zo makkelijk. Gebruik je een Fritzbox als modem? Blijf dan nog even hangen, want er is nog één allerlaatste stap. Heb je de Xperia Box of de KPN Box 12, dan heb je alle stappen gehad. Als het goed is, kun je nu optimaal gebruik maken van je glasvezelverbinding. Als je een Fritzbox hebt, hoef je alleen nog maar even de softwareinstallatie uit te voeren. En dat is heel eenvoudig. Gebruik je ethernetkabel om je Fritzbox op je laptop of computer aan te sluiten en ga naar deze link. Of klik hier op het i'tje. Loop dan de stappen van de installatie door en gebruik daarvoor het wachtwoord dat op de achterkant van je Fritzbox staat. Daarna hoef je alleen nog maar bij landinstellingen voor Nederland te kiezen en bij annexinstellingen voor annex A. Als je alle stappen hebt doorlopen, kan je meteen genieten van je nieuwe internetverbinding. Kom jij niet helemaal uit of heb je nog vragen? Klik dan op het i'tje om naar de KPN Helpdesk te gaan. Daar vind je allerlei verschillende oplossingen en kan je in contact komen met de KPN klantenservice. Je weet nu hoe je je glasvezelkastje op je modem kunt aansluiten en gebruik kunt maken van de KPN glasvezelverbinding, waarmee je toegang hebt tot razendsnel internet. En wist je dat je uploadsnelheid met je glasvezel even snel is als je downloadsnelheid? Je kan je snelheid altijd makkelijk aanpassen in de Mijn KPN app. Was je al klant bij KPN en ga je van standaard internet naar glasvezel internet, dan blijven de maandelijkse abonnementkosten hetzelfde en hoef je niets extra's te betalen. Mooi nieuws toch? Tot slot nog een laatste gouden tip. Om optimaal te kunnen genieten van snel internet heb je niet alleen glasvezel nodig, maar ook een goede wifi kwaliteit. Wil je weten hoe dat werkt? Kijk dan ook eens naar deze video. Vergeet niet gratis te abonneren op ons YouTube kanaal voor nog veel meer video's. Bedankt voor het kijken. Doei!